We staan hier op de eregalerij van het Rijksmuseum Nederland, waar je de kunst en de geschiedenis van Nederland als op geen andere plek kunt zien. De dijken die het water buiten houden, zijn in Nederland altijd heel erg belangrijk geweest. En we zijn er ontzettend trots op dat we een schilderij van de 17e eeuwse schilder Jan Asselijn hebben kunnen verwerven, waar juist dat dramatische moment waar het water door die dijk heen breekt, ziet. Voor een schilder, schilderachtig, heel mooi dat water wat er naar beneden komt stromen te schilderen, maar het was ook een moment wat gewoon echt een heel dramatisch moment was met enorme gevolgen voor de stad. Wij zijn in Nederland heel erg ons bewust van het gevaar van het water. Dus daar hebben we heel goed regelen voor genomen, ook in de 17e eeuw al. Maar ook in de 18e, 19e en de 20e eeuw is er altijd doorontwikkeld hoe wij dat water de baas kunnen blijven.